Welkom bij de rubriek Gezond en Wel. Vandaag ga ik u iets vertellen over tekenbeten. Teken zijn het meest actief van maart tot oktober. Het zijn kleine spinachtige insecten die niet kunnen vliegen of springen. Ze kruipen of klimmen op mensen en dieren. Teken leven in bossen, struiken, duinen, heiden en parken. Bent u in de natuur geweest? Controleer uzelf dan. Teken bijten zich vast in de huid. Het kan overal, maar de voorkeursplaatsen zijn vochtige, warme plekken, zoals oksels, knieholten en de bilspleet. Een beet is meestal pijnloos, waardoor je het niet direct opmerkt. De plaats van de beet wordt vaak snel een rood vlekje, zoals bij de meeste insectenbeten. Ze zijn kleiner dan 1 tot 2 centimeter en verdwijnen binnen een week. Sommige teken zijn besmet met bacteriën, welke de ziekte van Lyme kunnen veroorzaken. De kans hierop is klein, 2 tot 3%. Hoe kun je nu een tekenbeet voorkomen? Draag goed sluitende kleding als u de natuur ingaat, lange mouwen, lange pijpen en de broekspijpen in de sokken. En draag een pet. De huid kan ingesmeerd worden met DEET, een insectenwerend middel. Na deze voorzorgsmaatregelen is het nog steeds belangrijk om dagelijks uw huid goed op teken te controleren als u in de natuur bent geweest. Wat kun je doen als je bent gebeten door een teek? Verwijder de teek zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur. Des te kleiner is de kans op besmetting. Gebruik hiervoor een puntpincet of een tekentangetje. Zet deze pincet zo dicht mogelijk bij de huid, loodrecht op de huid en trek de teek er voorzichtig uit. Gebruik geen alcohol voordat de teek verwijderd is. Dit geeft een verhoogde kans op besmetting. Als de kop afbreekt en achterblijft in de huid, is dit niet erg. Deze komt er vanzelf uit, net als bij een splinter. Na het verwijderen het wondje goed schoonmaken met alcohol. Als u dat niet in huis heeft, was het dan goed na met water en zeep. Noteer in uw agenda de datum van de tekenbeet en de plek van uw lichaam waar de teek zat. Wanneer moet u nu contact met uw huisarts opnemen? Als het u niet lukt om de teek zelf te verwijderen, wanneer u de tekenbeet in het buitenland heeft opgelopen, als de teken langer dan 24 uur in de huid heeft gezeten, of als u verschijnselen krijgt die passen bij de ziekte van Lyme. Dit kan zijn dagen tot weken na de tekenbeet rond de beet een verkleuring of rode vlek, of enkele dagen tot maanden na de tekenbeet klachten zoals grieperig, koorts, hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid, dikke pijnlijke gewrichten, pijn, tintelingen of verminderde kracht in arm, been of romp, en bij acuut dubbelzien of een scheef gezicht. Bij twijfel raadpleegt u altijd uw huisarts.